Al jaren wordt Nijmegen zienderogen groter aan de noordzijde. Vandaag werd daarin weer een belangrijke mijlpaal behaald. Vandaag was het dan zover. Het nieuwe winkelcentrum Hart van de Waalsprong is geopend. De inwoners van Nijmegen-Noord hebben lang gewacht op een eigen winkelcentrum, maar kunnen nu terecht bij zo'n 25 winkels, horeca en voorzieningen. Vanmiddag was er samen met burgemeester Bruls een feestelijk startmoment. Nou, het is hartstikke belangrijk en echt een moment waar sommigen in mijn stil staan. Maar je moet denken, sinds halfweg jaren 90, toen de eerste plannen voor de Waalsprong waren, is er aangekondigd en moet ook een stadsdeel winkelcentrum komen. Ja, we zijn nu bijna 30 jaar later, er is veel gebeurd en nu wordt geopend, dus het is echt wel heel bijzonder. En dames en heren, hier is officieel dan het Hart van de Waalsprong geopend. Gefeliciteerd! De Waalsprong gaat vandaag eindelijk open. De winkelier staat allemaal voor jullie klaar. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de mensen die hier wonen en die nog komen wonen, natuurlijk nu allerlei winkels erbij hebben die ze eerst niet hadden. Wat ook echt het gevoel geeft, ja, nou woon ik ook echt in een eigen stadsdeelcentrum in Nijmegen-Noord. Ook de inwoners zijn blij met het nieuwe winkelcentrum Hart van de Waalsprong hier in Nijmegen-Noord. Nou, ik vind het wel heel erg leuk, want ik woon hier in de buurt. Dus ik kijk er eigenlijk al vanaf het moment dat ik hier kan wonen al naar uit dat dit hier komt. Ja, vind ik op zich wel een goede ontwikkeling. Het is in één keer zo ontstaan, dus ik was een beetje verrast, ben hier voor de eerste keer. En ik kwam hier in één keer alles open, dus ik denk dat het wel goed is. Ik vind eerlijk gezegd het mooiste nog wel, al die mensen die hier in het plein in een soort driehoek, hè, de vorm die ze bedacht hebben. Kijk, natuurlijk, de winkels zijn belangrijk, het is belangrijk dat de supermarkten zijn. Maar ik vind de vorm ook wel mooi en ik kan me al verheugen als het hier zomer wordt en je hier op het terras kunt gaan zitten. Ja, het idee dat je ook in Nijmegen-Noord, wat we eigenlijk vooral kenden als een woonbuurt, ook een wat gezellig centrum gaan krijgen. Dat vind ik het allermooiste. Het was precies 85 jaar geleden. Afgelopen nacht, de Kristallnacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden er 1400 synagoges verwoest, duizenden Joodse woningen en winkels geplunderd en vernield, honderden Joden vermoord en 30.000 Joden door de SS afgevoerd naar concentratiekampen. Sommige historici zien de Kristallnacht als het startpunt van de Holocaust. En het Groesbeekse Vrijheidsmuseum werd hier donderdagavond bij stilgestaan. Journalist Frits Barend, die zelf Joods is, mocht spreken bij deze herdenking. Ik ben niet meer die leuke, vrolijke man die ik was. Vanavond wordt de Kristallnacht herdacht. Joodse winkels werden kapotgeslagen, ruiten werden kapotgeslagen, daarom de naam Kristallnacht. Joden werden vervolgd. En dat is het begin. En toen wisten we nog niet, hadden we niet het gevoel hoe erg het zou worden. Maar ze wezen het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dat was de aankondiging van de Tweede Wereldoorlog. Ik ben uitgenodigd om het verhaal te vertellen waarom ik er ben. Want ik had er niet mogen zijn. En we proberen om het los te zien van wat er nu in Israël en Gaza gebeurt. Maar er zijn na de pauze vragen, mogen mensen vragen stellen. Ja, en ik ga het ook niet uit de weg. Als mensen daar vragen over stellen, zal ik ze eerlijk antwoorden wat mijn gevoelens zijn en hoe ik daarin sta. Het Afrika Museum, tegenwoordig het Wereldmuseum Bergendal, zal op 27 november definitief sluiten. Het huurcontract voor het museumgebouwen en de grond is niet verlengd. Het museum hoopt op een nieuwe locatie ergens in de regio. Na een jarenlang conflict met de museumdirectie heeft de eigenaar van de gebouwen en de grond besloten de huurovereenkomst niet te verlengen. Om mensen de gelegenheid te geven om afscheid te nemen, heeft de directie besloten om het museum van 14 tot en met 26 november gratis open te stellen voor het publiek. Vanaf 6 december is het weer mogelijk voor inwoners van Nijmegen om boodschappen te bestellen bij bezorgdienst Flink. Flink heeft al eerder een locatie in Nijmegen gehad aan de Hessenberg die begin dit jaar sloot. De gemeente wil het bedrijf weg hebben uit het centrum vanwege de overlast die de bezorgers zouden veroorzaken. Nu is er een vergunning verstrekt voor een nieuwe locatie aan de Groene Straat. Flink is erg blij voor de medewerkers, klanten en het bedrijf als geheel dat ze weer in Nijmegen kunnen bezorgen, laat de directeur weten.
3FM heeft bekendgemaakt welke drie DJ's zich zullen laten opsluiten in het Glazen Huis dat dit jaar de week voor kerst zal staan op de Grote Markt in Nijmegen. De DJ's gaan namens Serious Request geld inzamelen voor stichting ALS Nederland. De DJ's die gaan plaatsnemen in het Glazen Huis op de Grote Markt zijn Barend van Delen, Sophie Heikema en Wijnand Speelman, liet 3FM weten. Als extra uitdaging moeten zij tijdens de actieweek hun mobiele telefoon inleveren. Ze kunnen alleen contact met het thuisfront onderhouden via de radio of tijdens het bezoek aan het Glazen Huis. Ook mogen ze de hele week niet eten. Ze worden steeds populairder en schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Klompenpaden. Ook in onze regio duiken er steeds meer van deze wandelpaden op. Zoals vandaag weer één in Park Lingenzegen. Voor het natuurgebied is dit het derde klompenpad en daar zijn ze maar wat trots op. Ja, het klompenpad, het tweede klompenpad in Park Lingenzegen. Het samenwerkingsverband tussen de gemeente Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard. En er is nog een derde opkomst binnenkort en die gaat onder de rook van Nijmegen plaatsvinden in het park Doornik. Zo'n klompenpad kan eigenlijk alleen ontstaan in samenwerking met bijvoorbeeld de boer of de eigenaar van de grond. Want zo'n klompenpad is een pad wat andere bestaande paden met elkaar verbindt, waardoor je een groter gebied krijgt om te wandelen. Dat er zoveel betrokken vrijwilligers zijn die zeggen, kom, wij hebben een idee, een klompenpad openen om inwoners en ook bezoekers van onze mooie gemeente te laten genieten van het landschap wat wij hier hebben. En hun te laten ervaren hoe mooi het hier is door een klompenpad samen te stellen. En natuurlijk in deze prachtige weidse omgeving van Park Lingenzegen met unieke stukjes hoogboomstamgaarden, de pocketparken van Park Lingenzegen en ook de gemeente Lingewaard. De Mariakapel op de heuvel, de Heuvelse straat en een stukje WO2-geschiedenis. Dat is natuurlijk uniek. De wens voor een nieuw klompenpad hangt al een tijdje in de lucht. Wij zijn vorig jaar met 3 bewoners zijn wij begonnen in overleg met Park Lingenzegen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Begonnen om te kijken in hoeverre wij hier een klompenpad konden ontwikkelen. Er stond een advertentie in het gemeentenieuws, zowel in Overbetuwe als in Lingewaard, dat ze mensen zochten om mee te helpen met het ontwikkelen van het klompenpad. We kwamen op een gegeven moment hier op het terrein en hier zit dus een persoon die dus ook een camping heeft en ook nog een bedrijf uitvoert. Daar zijn wij mee in contact gekomen en gevraagd of wij over zijn terrein mochten gaan lopen. En daar hebben we samen met hem hebben we ook bepaald van wat de route is waar hij gewoon de mensen ook op kan laten lopen. Verder hebben we ook nog eentje bij de Kersenbongert. Daar is helaas niet door de Kersenbongert, maar wel langs de Kersenbongert. Daar zijn 2 landeigenaren die daar toestemming voor hebben gegeven. En uiteraard ook mensen die je dus nodig hebt om ruggespraak mee te houden. Dat is ook wel belangrijk. Iedereen, ook de wethouder, staat te popelen om van het nieuwe pad gebruik te maken. Ik ga hem vandaag ook voor het eerst lopen. Ik begrijp dat het te nat is om alle onderdelen te doen. Maar ik heb wel de klompen aangetrokken, zoals u heeft gezien en gehoord. Dus we gaan een stukje lopen na de onthulling van het bord, het startbord. Morgen is het de 11e van de 11e en dus gaat het carnavalsseizoen weer officieel van start. In Concertgebouw De Vereniging zal deze avond een nieuwe Prins Carnaval bekend worden gemaakt. Maar dat is zeker niet de enige prins die deze avond aanwezig zal zijn tijdens de First Night of the Prince. Het is vanavond een bont gezelschap, want we hebben het orkest compleet, we hebben het koor compleet en we repeteren voor 11-11. En dat is overmorgen het grote carnavalsconcert, de Prins bekendmaken hier in de vereniging. Nou, zaterdag gaat er iets moois gebeuren. En we gaan zaterdag eigenlijk de First Night of the Prince organiseren in de vereniging. Dat gaan we doen samen met het convent, het Prinsenconvent van Knotsenburg. Samen met het studentenorkest, Nijmegen Studentenorkest. En dat wordt heel iets unieks. Dit jaar is het eerste jaar dat de First Night of the Prince te zien en te horen is. Nou ja, het is nog nooit vertoond in Nijmegen dat we een carnavalsavond, de proclamatie van een nieuwe prins, met zo'n orkest van 50 man en een koor van 25 man, dus 75 man op het podium,
drie kwartier lang de zaal proberen te enthousiasmeren om er heel iets moois van te maken. Dus we hebben ook het publiek gevraagd om sjaals mee te nemen, vlaggen mee te nemen. Er worden vlaggetjes uitgedeeld. Kortom, het wordt echt een heel groot feest. Nou, je hebt in Londen heb je de Last Night of the Proms. Dat is in de klassieke muziek een waanzinnig groot spektakel. Wat plaatsvindt in de Royal Albert Hall, wordt over de hele wereld uitgezonden. En de carnavalsvereniging heeft ervan gemaakt, de First Night of the Prince. Want 11-11, de prins wordt bekendgemaakt. Dus dat is de leuke link met een groot evenement in de klassieke muzieksector. Zaterdagavond is het orkest te zien. Met hits als de Schöne Blauwe Donau, dat kan iedereen meezingen straks. Maar ook een aantal Nijmeegse hits, Almodde Krupe en Pak me mijn hand is vast. Dat zijn geloof ik twee welbekende nummers hier in Nijmegen die menig inwoner van de stad mee kan zingen. En we hopen dat het publiek allemaal met ons enthousiast meedoet, zodat we er een hele fijne avond van maken. Ja, vandaag was het geen topdag wat het weer betreft, maar toch zijn we wel aan de meeste buien ontkomen. Een lijn van felle buien scheerde namelijk langs onze regio op, maar veel hebben we daar niet van meegekregen. Vanavond kan er plaatselijk toch nog een klein buitje vallen, maar veel zal dat niet zijn. Vervolgens gaan we een frisse zaterdag tegemoet. Het kwik zakt vannacht tot een graad of 2, dus plaatselijk is fors aan de grond niet uitgesloten. En morgen overdag wordt het maximaal zo'n 8 graden. Zondag belooft bij uitzondering een best mooie herfstdag te worden. Waarschijnlijk blijft het droog in de regio en ook de zon zal zich even laten zien. Daar moeten we maar even van genieten, want in de nieuwe week krijgen we weer met de nodige neerslaggebieden te maken waar veel water uit kan vallen. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 10 november. Nu op RN7 trappen we het weekend weer af met een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van morgen tegen FC Twente. Daarna nu in de BIOS. Maandag zijn we weer bij je terug. In de tussentijd word je natuurlijk op de hoogte gehouden via onze website en onze social media kanalen. Ik wens je een heel goed weekend en graag tot maandag.